Nou, voorheen hadden we hier in de stemvork aan weerszijden 6 opstelposities. Nu hebben we 5 opstelposities. Toen de tijd, toen dit aangelegd werd, hadden we veel kleinere toestellen. Toestellen zijn in de loop der tijd wat groter geworden. Ja, en daardoor was er meer behoefte aan wat grotere opstelposities. Vandaar de hele herinrichting van de depier. Dat betekent dat je van 6 bruggen terug moet naar 5 bruggen. Die hebben we ook allemaal vervangen. Dus alle bruggen die er nu staan, zijn allemaal nieuwe. En alle hydranten, dus de kerosine toevoer voor de vliegtuigen, is ook allemaal verschoven. De lijn die hier nog heel vaak zichtbaar is, dat is de grens van de oude vliegtuigopstelpositie, die oude FOP. Die ligt nu een heel aantal meters verschoven. Alle oude markeringen hebben we eraf moeten halen en die is helemaal opnieuw weer aangebracht. Van tevoren krijgen de afhandelaar op welk type het is. Die toetsen ze in het systeem en dan komt hij daar op het scherm te staan, zodat de piloot, de vlieger, ook kan zien van hey, dat is het type toestel waar ik mee vlieg. Dus ik ga word eigenlijk ook netjes op de juiste stopstreep tot stilstand worden. En dat ging buitengewoon. Hij is precies gestopt daar waar hij moet stoppen. Deze moest op stopstreepje 9 komen te staan en daar staat hij ook op. De brug is ook niks aangesloten. Dus de passagiers die kunnen er alweer uit. Ik heb geen klagen. Oké. Oké. Oké, go ahead.